Wat ik zoal doe op een dag is tekenen en ontwerpen van installatietekeningen op de computer. Het mooie aan dit werk vind ik de vrijheid die je hebt bij het ontwerpen en tekenen van installatietekening. Uiteindelijk hetgene wat je op papier maakt, of eigenlijk achter een scherm, dat je dat ook in de werkelijkheid op een gegeven moment ziet staan. Aanvoer verwarmingskerk, zo staat dat hier ook. Ja, zie je dat? Hier heb je aanvoer naar verwarmingskerkplenen. Dat je dus eigenlijk de theorie met de praktijk kunt koppelen, dat vind ik dat het vak mooi maakt. Ja, hier zit die leiding voor de stadsverwarming. Nou, Steven doet het prima, veilig goed. Pakt het snel op, is goed met AutoCAD, een tekenprogramma waarin wij de technische installaties tekenen. Je hebt ongeveer 5 dagen tijd om, maar dat is vanaf je voorlopige tekeningen. Ik ben het meest trots op de techniekruimte die ik ontworpen heb voor de villa in Soest. Het was een uitdaging, een krappe ruimte, maar het is gelukt. Harold doet het goed, hij legt het goed uit, hij neemt ook de tijd om het uit te leggen. En je kunt altijd bij vragen bij hem terecht. De hoofdaanvoertemperatuur die staat hier ook op, die is 80. Ja. Om tekenen aan werktuigbouwkundige installaties te kunnen zijn, is belangrijk een stukje ruimtelijk inzicht te hebben. Want ja, je moet toch weten waar je bepaalde leidingen heen tekent. En of bepaalde dingen ook in het echt gemaakt kunnen worden, dat is ook ontzettend belangrijk. Na mijn opleiding wil ik graag werken bij een installatiebedrijf. En daarin een werkvoorbereider worden of doorgroeien naar een projectleider. Het is 1:30, dus we gaan gamen. Bam bam jongen!